Mijn naam is Fred Lammers. Ik ben begonnen als drummer en oprichter van de Dynamics in 1961. Eigenlijk geboren vanuit de Ferdinand Bolstraat Almelo. En de Rembrandtplein, zoals wij dat tot nu toe altijd noemen. Tegenwoordig ook wel, maar in die tijd trok je dan als muzikant of als band wel de nodige aandacht van de vrouwen of van de meisjes toen. En dat is overal eigenlijk zo geweest. Totdat je eigenlijk een beetje vaste verkering kreeg en toen was het afgelopen. Roy Portier. En jij bent een van de belangrijkste figuren van de band Sagitta. Nou, ik ben medeoprichter van de band Sagitta. Samen met Dick Hatumena, Louise Hatumena en mijn vrouw Ilse Hatumena. Ilse Portier, sorry. En ik speel de bas in de formatie. En Dick is de zanger. Oké. Dick Hatumena. En je bent ook een van de leden van Sagitta. Ja, ja, klopt. Ja, ik ben de zanger van Sagitta. Ja. Ja, we zijn... Ja, jaren 80 zijn we begonnen, 76 zoiets. Zijn we begonnen als vrienden. Met Roy en Ilse en mijn zus dan zeg maar, die is al overleden dan zeg maar, Louise. Hebben we gewoon even gejamd eigenlijk en dan gewoon met de stemmetjes gingen we dan een beetje zingen en zo. En daarna denken we van, gaan we een mooie band oprichten. En daarna zo is het dan gekomen allemaal. Verder uw specie? Ik ben ook een van de leden van de Dynamics. En ik heb begrepen een van de oudste leden. Klopt dat? Nou, als ik om me heen kijk, ze beamen dat allemaal. Dus het zal wel zo zijn. Wij vertellen over de bandjes. Kun je voorstellen, de brug naar Wierden, van Almelo naar Wierden. En Frank, klein mannetje toen, grote gitaar, over de brug heen. Ik woon in Wierden. Dan moet je maar voor over hebben om s'avonds daar naartoe met een grote gitaar naar Wierden alleen, om gitaar te spelen. Nou, dat is Frank Provoost. En dat vergeet ik nooit weer. Want ik fiets niet naar Almelo met een grote gitaar, maar Frank dus wel. Dus daar begon het eigenlijk. Rob de Groot. En hij is ook een van de bandleden van de Dynamics? Als gitarist en een beetje zang. Ja. En waarom ben jij destijds begonnen bij de Dynamics? Via een vriend van mij, Bert Remy. En die had de Dynamics had een gitarist nodig. Nou, dan heb ik me aangemeld. En ik vond het hartstikke leuk om het te doen. Dus nooit spijt van gehad? Nee, absoluut niet. Nee. Anders waren we niet zo lang bij elkaar gebleven, na 50 jaar. Nee, we konden altijd heel goed bij elkaar opschieten. Frank Provoost. En mag ik vragen waarom jij destijds mee de Dynamics bent aangesloten? Nou ja, wat moest je toen doen? Hè? Een beetje hangen. Een beetje aan die snaren plukken. Nou ja, langzamerhand heb je een band bij elkaar. Zo ging dat vroeger. Dus dat was de reden dat jij bij de Dynamics kwam? Ja, 16 jaar. En toen ben ik gaan plukken aan de snaren. En toen ben ik erbij gekomen. Ja. Dat had helemaal uit de hand liep en dan komen we zo naar de achterdeur naar buiten. Maar een Hollemens was niet bang van u. Nee, op echt niet. En dan liep er nog zo'n bokser. Henkie Blom, die heeft nog door portier geweest. Ja. Uitspelen. Hoe heet jouw oom ook alweer? Die was Henkie Wijnhals. Ja. Is dat jouw oom? Doei. Die knal die erin onder. Nou, ik denk dat het een spetterend optreden moet worden daar op 19 november. En dat is in dolle pret, heb ik begrepen. Ja, dus ik wil hierbij iedereen uitnodigen die straks deze beelden gaat zien. Van kom de 19e naar dolle pret toe en kom met ons samen een feestje vieren.